Zoals jullie hebben kunnen zien in de vorige unboxing video, hebben wij dit prachtige halster van Ruiterhart gekregen. Het is koperkleurig noemen we het, ik noem het gewoon glitterroze. Probeer maar eens een glitterroze halster op video te krijgen. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet makkelijk. Ik heb hem buiten gefilmd op Verona, dus dat laat ik eerst even zien. Natuurlijk al enigszins de glitters, maar ik ga nu proberen om met zaklampjes de glittering ook hier te laten zien, want het is echt heel erg gaaf. Dus dat ga ik even de camera hierheen brengen en dan gaan we even kijken. Nou heb ik diverse zaklampen en ik ga kijken of ik hem beter kan laten glitteren op de camera. Dus ik ga hem nu even kijken, want ik zie het nu heel goed, maar jullie moeten het heel goed zien, dus dat is best wel lastig. Grote afstand zijn mijn man. En dan heen en weer. Kijk hoor. Zo. Even nog iets verder. Ja, volgens mij kan je het nu wel zien. Ik zal nog eens een andere lamp proberen. Misschien dat het nog beter te zien is. Dat is de fietslamp van mijn man. Tadaa. En zo hoop ik dat jullie die glitters kunnen zien. Hier nog een lamp. Ja, ja. Bij mij glittert heel erg. Ik hoop bij jullie nu ook. Zo, dit waren mijn glitterpogingen. Het halster is ook nog verstelbaar. Natuurlijk bij de oren, het hoofd, het halster, zeg maar om de nek. Maar het is ook nog bij de neusriem ook verstelbaar. Dus op maat te maken voor elk paardenhoofd. Nou, ik vind het een schitterend halster. Tessa is er natuurlijk helemaal weg van. Het halster is er in 3 kleuren. En deze glitterroze, die heet dan koper. Zilver met zwart en lichtgroen met navy. Wij zijn de ophalster, dus ik zou zeggen hieronder even klikken en naar Ruiterhart. Bedankt voor het kijken. Doei!